politieke, beeldend kunstenaar in Almelo. Ik heb 25 jaar mijn atelier en de galerie Het Baken gehad aan de touwbaan achter de bibliotheek. Maar sinds 2 jaar heb ik mijn atelier aan de Waag, schuin tegenover het prachtige gebouw De Waag, aan het Waagplein, hier in Almelo. Ik heb daar een tentoonstelling gehad in 1987, van 7 tot 28 november. Een tentoonstelling met alleen maar aquarellen en een paar tekeningen. Ik geloof dat er 60, 65 schilderijen hingen. En het was een geweldig succes destijds. Naar aanleiding van die tentoonstelling mocht ik ook exposeren in het buitenland. Ik heb een aantal tentoonstellingen gehad in Parijs, op de Champs-Élysées, in het sterfhuis van Van Gogh. Dat was een aardig gevolg van deze tentoonstelling. Het is een mooi gebouw, die Waag. Met een niet zo lange geschiedenis, maar het oogt heel historisch. En dat komt omdat het gebouw is geënt op een renaissance-stijl die we kennen uit de Gouden Eeuw. Vooral in de Hansesteden en in Amsterdam enzovoort. Een beetje renaissance, neo-renaissance noemen we dat, typisch Hollandse renaissance. Gemaakt door de architect Kolpa. Het past ook heel erg mooi tegenwoordig in die nog perfecte staatsverkerende oude gevelrij. Wat begint bij Ledeboer en dan De Waag. En dan vervolgens gaat het via een paar pandjes over in het Huis van Bewaring, wat verder de Markstraat ingaat. Het is, het zal iets meer dan 100 jaar, het is in 1913 zijn ze eraan begonnen. 1914 is het opgeleverd en toen is het in gebruik genomen. En daar is het ook voor ontworpen als een marktruimte. Ik denk toen de tijd dat er voor bederfelijke waren, dat bij alle weersomstandigheden binnen verhandeld kon worden. Het is wel mooi om dan nog zo'n gebouw te mogen hebben in de gemeente. Maar die Waaggebouwen, die stammen al uit de middeleeuwen natuurlijk. Dat zie je in Italië, zijn ze ook nog steeds, sommige zelfs nog in gebruik. En dan ook nog een beetje met die open wijze van bouwen. Hè? Want nu zitten er allemaal ramen in natuurlijk en een paar deuren. Maar vroeger waren het allemaal deuren onder die rondbogen, zodat je van alle kanten zo'n markthal als het ware binnenkomt. Met paardenwagen naar binnen? Dat weet ik niet of dat zo... Ja, dat had wel gekund misschien, maar het was heel toegankelijk op die manier. Aan het eind van de oorlog zijn de gaten ingeschoren. Weet u daar iets van? Ja, ik heb alleen maar de foto's daarvan gezien uit het historisch archief hier. Dan zie je de binnenkomst van de bevrijders. Ik dacht dat het Canadezen waren en die zie je dan met hun tanks en jeeps voor dat kapotgeschoten gebouw gestaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat ze het wel hartstikke mooi hebben gerestaureerd, want je ziet er niets meer van. Ja, het schijnt dat de Duitsers zich daarin verschuilden. Want ze dachten, dat historische gebouw, daar schieten ze niet op. Want dit is dus toch wel. Ja. Maar goed, na de oorlog heeft het een andere functie gekregen. Ik weet ook niet precies wat er allemaal in heeft gezeten, maar het is een raadzaal geweest voor de gemeente. En op de eerste verdieping is het Stadsmuseum daar gevestigd geweest. Wat later naar het rectorshuis is verhuisd. En het is best wel lang de gemeentelijke expositieruimte geweest. In die periode toen ik ook daar mijn tentoonstelling had. Goede herinneringen aan in die tijd dat ik dacht dat Herman Schoenmaker daar nog de gelegenheid nam om al die tentoonstellingen in te richten, de mensen daarvoor te vinden. En Seino Nijland, die de affiches ontwierp en de banners maakte die bovenaan de gevel kwamen van het Waaggebouw. Heel grote stappen verder. Dat is ooit het grootste café van Nederland gevestigd geweest. Ja, ik heb begrepen dat een drietal ondernemers, horecaondernemers in Almelo, de koppen bij elkaar hebben gestoken om er in Almelo nog eens een keer een goede discotheek neer te zetten. Om de Almeloze jeugd niet allemaal naar buitenplaatsen te laten gaan. Het is een discotheek geweest. Maar ze hebben ook volgens mij iets over zich afgeroepen, een hoop herrie.
En het heeft niet zo lang bestaan. Ik weet het niet, maar ik denk dat het na een jaar al zo'n beetje bekeken was. Ik heb gehoord dat er een keer een tentoonstelling was van moderne kunst. En er was iets met een betonblok. Kunt u daar vertellen? Ja, er waren verbouwingen in het pand, in de Waag. En daar is een betonzokkel of een betonzuil is naar beneden gevallen in die expositieruimte. En die kwam daar zo schuins op de grond. En daar was zo'n betonnen paal en daar kwamen nog van die betonijzeren sprieten uit. En toen was er bezoek, ik geloof dat het een schoolklas was. En toen was er een hele enthousiaste suppost of een onderwijzer, weet ik. Maar die begon dat uit te leggen als zijnde een kunstwerk van het zware beton. Wat zo schuin in die ruimte stond. Met die sprieten die eruit kwamen als een soort zoeken naar de ruimte. Een heel interessant verhaal. Even later bleek dat het opgehaald werd door die bouwvakkers, want het was gewoon een ongelukje. Ja. Maar nu, ja, eigenlijk ook wel, nu het oude V&D is opgeknapt, hè, met die mooie, ja, toch een beetje bakstenen voorgevels en een beetje variatie, dat is een mooie combinatie, veel beter dan dat het was. Nu ook aan de overkant met de Waag. Nou, ik ben er heel blij mee dat ik vanaf mijn atelier en de Almeloze Academie die ik daar op de hoek heb met de Marktstraat, dat ik daar straks mooi overheen over dat plein kan kijken met links en rechts die gebouwen. Ja, dat zie ik wel zitten. On that sunny, sunny side of the street. Yes,